Mensen moeten gewoon, als je aan vrouwenvoetbal denkt, dan moeten mensen gewoon aan Leonie Blokhuis denken. Maar ook voetballers die begeleiding nodig hebben, die moeten gewoon willen aansluiten bij Flow Sports, omdat ik dat wereldwijde netwerk heb. De transfer die ik deed in december 2013, toen verkocht ik voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een vrouwenspeelster van FC Twente naar het Noorse LSK. En dat was denk ik ook mijn persoonlijke doorbraak binnen het Nederlandse vrouwenvoetbal. Ja, en dat was wel echt te gek. Ik heb wel eens gehoord van de voorzitter van de voetbalclub: zie je wel, zaakwaarnemers, geldwolven, zakkenvullers. Nou, ik kan direct iets uit de wereld helpen. Als je rijk wil worden, moet je vooral geen agent worden in het vrouwenvoetbal. In het begin vond ik het heel spannend. Toen durfde ik niet te veel geld te vragen. Maar nu weet ik wat mijn rol is binnen het vrouwenvoetbal. De expertise die ik in huis heb. Waardoor ik me eigenlijk zelf wat duurder in de markt durfde te zetten. Wees vooral ook fair met je tarief. Geen uitzonderingen maken, want dan ben je niet meer geloofwaardig. Want linksom of rechtsom, die twee mensen met wie je werkt komen elkaar een keer tegen op een netwerkborrel. Jij komt toevallig te sprake. En dan komen ze erachter dat je niet dezelfde richtlijnen hanteert. En ben je gewoon niet geloofwaardig. Als je te maken krijgt met kritiek, ja, dat je daarna weer doorgaat. Positief gestemd blijven en die goede vibe vasthouden. Zo kwam ik ook een keer bij een voetbalmakelaar thuis. En hij gaf mij die avond aan, toen ik daar een kopje koffie dronk, van: ja, Leonie, ik geef je 5% kans dat het je lukt. En ik denk dat menige weg zou zijn gegaan van: ah, shit, 5%, dat halen we niet. Maar ik ging weg, ik dacht echt van: yes, 5%, het is haalbaar. Niet altijd alles hoeveel geld te kosten bij het ontwerpen van een logo, bij een huisstijl. Ja, kijk gewoon op je LinkedIn of je iemand in je netwerk hebt die je goed kent. Voor hetzelfde geld doet diegene het voor het helft van het geld. Ik zit hier op nummer 1. Dat is het hoogst haalbare natuurlijk en daar streef ik ook naar. Net als mijn atleten.